Hey, leuk dat je meedoet aan deze serie. Hoe schoon is eigenlijk de lucht die je inademt? Waarom is zwemwater geen drinkwater? Zitten er veel of weinig mineralen in de grond? En wat betekent dat allemaal? In de serie Smart Kids Lab kun je zelf gaan onderzoeken hoe gezond jouw buurt eigenlijk is. En ontdek je wat jij kunt doen om hem te verbeteren. In deze missie ga je geluid onderzoeken. Het volume van geluid drukken we uit in decibel. 10 decibel is zo zacht als een blaadje dat valt. En 180 decibel is zo hard als een raket die de ruimte ingaat. Wij mensen kunnen geluiden horen tussen de 0 decibel en de 140 decibel. Bij 0 decibel wil niet zeggen dat er dan geen geluid is. Het is alleen zo zacht dat wij mensen het niet kunnen horen. Als het geluid harder wordt, nemen de decibellen toe. Meer dan 140 decibel kun je wel horen, maar het doet te veel pijn aan je oren. Daarnaast heb je bij zo'n hard lawaai grote kans op schade aan je gehoor. Geluid kun je dus meten in decibel en dat is precies wat we gaan doen in deze missie, met een speciale app. Download en print nu eerst de werkbladen. Je vindt ze op de site van Smart Kids Lab of klik op de button hieronder en verzamel ook meteen de rest van de materialen. Start met het installeren van het meetinstrument. Pak je smartphone, ga naar de Play of App Store en installeer de app Google Science Journal. Nu jij. Pak dan het werkblad Proefjes doen erbij. Bedenk eerst wat je wilt gaan onderzoeken. Wil je bijvoorbeeld uitvinden wat de stilste en lawaaiste plekjes in jouw buurt of school zijn? Of wil je verschillende geluidsbronnen onderzoeken, bijvoorbeeld het rinkelen van een mobiele telefoon, je wekker, de deur of schoolbel, of een stofzuiger. Maar je kunt ook gaan onderzoeken hoeveel decibel jouw klas produceert. Meet een aantal keer, als iedereen stil is, als jullie gewoon met elkaar praten en als jullie allemaal zo lawaaierig mogelijk zijn. Noteer nu op je werkblad wat je wilt gaan onderzoeken. Open de app Google Science Journal. Als je de app voor het eerst gebruikt, moet je eerst een paar keer op volgende drukken. Druk op Nieuw experiment, de ronde plusknop. Geef je experiment een naam, bijvoorbeeld geluid in de buurt. Druk dan op het sensor-icoon en vervolgens op het luidsprekertje. Sensoren zijn meters die de mogelijkheid hebben om een bepaald type fysieke kwaliteit te registreren, zoals temperatuur, lichtsterkte of geluid. Een beetje vergelijkbaar met jouw zintuigen, zoals je oren, je neus of je mond. Met de app kun je nog veel meer meten. In je smartphone zitten namelijk nog veel meer sensoren. Als je na deze missie nog zin hebt, zou je ook de andere sensoren kunnen gaan testen. Je ziet nu de geluidsmeting uitgedrukt in een getal. Nu is het tijd om op onderzoek uit te gaan en proefjes te gaan doen. Loop naar de geluidsbron die jij wilt testen. Druk ongeveer 5 seconden op de rode recordknop en vervolgens op de stopknop. Je ziet dat de opname bovenin verschijnt. Noteer nu op je werkblad het maximum getal van je meting. Noteer ook welk geluid je hebt gemeten, wanneer en waar. En als laatste noteer je de afstand tot de geluidsbron, ongeveer. Dan de tweede meting en doe hetzelfde. En zo meet je al je geluidsbronnen. Nu jij. Succes! Klaar? Mooi! Wat heb je ontdekt? Welk of waar was het geluid het hardst en het zachtst? En hoe komt dat, denk jij? Pak ook de vergelijkometer er eens bij en vergelijk jouw data met die op de meter. Waar zitten jouw metingen op de vergelijkometer? En komt het overeen met de geluidsbronnen die daarop staan? En waarom wel of niet, denk je? Als je deze missie in de klas doet, kun je ook de metingen met elkaar vergelijken. Schrijf nu jouw conclusies op je werkblad. Ik ben benieuwd wat jij ontdekt hebt.
Laat het me weten via social media. De links naar onze sites vind je hieronder. Wil je nog verder? Op deze site vind je nog veel meer leuke meetinstrumenten om zelf te maken. En vergeet je niet te abonneren op ons YouTube-kanaal. Dan ben jij de eerste die hoort wanneer er een nieuwe missie online staat. Tot de volgende missie.